Ja, jullie zullen het ook wel gelezen hebben. Ja, van die zangers en die rappers. Met die Louise en Busy en Douwsma, weet ik veel allemaal. En die hebben dan met elkaar verzonnen dat ze niet meer de coronamaatregelen gaan opvolgen. Daar hebben ze geen zin meer in. En hebben ze met elkaar een hashtag bedacht. Ja, ik doe niet meer mee. Nou, geweldig. Geweldig. Wat, ik bedoel, wat is dat voor... Dat deed je vroeger op het schoolplein. Ja, en dan ging je zo'n stampvoeten, hoe heet dat? En dan zei je, ik doe niet meer mee. Wat is dat voor een kinderachtig gezeur, zeg. En negatief ook. Het is, ik bedoel, juist in deze tijd hebben we mensen nodig die er een beetje positief tegen aankijken. Zeker als je een beetje invloed hebt, zoals jullie. Want die rappers en die zangers en weet ik veel allemaal meer, die hebben natuurlijk een enorme volging. En dat zijn allemaal jongeren. En die jongeren hebben nou net de neiging om de verkeerde kant op te gaan. Om net even niet te luisteren. Om net even hun eigen zin te doen. En juist jullie, rappers en zangers, jullie zouden die jongeren bij de arm moeten nemen en tegen hun moeten zeggen, jongens, hou nog even vol. Ga nou even door. De leuke tijden komen eraan. In plaats dat je dan komt met, ik doe niet meer mee. Goeiedag zeg. Wie heeft dat verzonnen? Ik bedoel, dan pak je die jongeren en dan zeg je tegen die jongeren, hey 19, kappen nou. Ik bedoel, dat had een hashtag geweest. Als je dat nou had gedaan, ja, dan ben je bezig. En dan leg je die jongeren uit hoe het een beetje zit. Dat had je moeten doen. Hier, met 19. Hier, kappen nou. Dat had het geweest. Want jullie zangers en rappers, jullie vertellen dan van, ja, maar we zijn het niet eens met die maatregelen. Nee, ik ben het er mee eens. En zij die zitten te kijken, die zijn het er allemaal mee eens. Hé, natuurlijk niet. We zijn het er allemaal niet constant mee eens. Nee, dat geldt voor heel Nederland. Iedereen heeft zijn twijfels over die maatregelen en over het beleid van het kabinet. Dat weten we ook allemaal wel. Je denkt toch niet dat ik lees van ja, de cafés moeten dicht na 12 uur. Oh, je kan dus corona alleen maar oplopen voor 12 uur en na 12 uur niet meer. En dat ik dan bij zo'n maatregel denk, nou... Is het, wat, en dat ik dan bij zo'n maatregel denk van, wat een onzin. Tuurlijk denk ik dat. En er zijn meer maatregelen waarvan ik denk, daar heb ik helemaal niks mee. Maar het gaat om de basisregels. Het gaat gewoon over hele simpele dingen. Het gaat gewoon over 1,5 meter. Ja, handen wassen. Ja, en als je ziek bent, thuis blijven. Dat is hem. Meer niet. Als je die nou doet, dan zijn we er. En als je dat nou die jongeren uitlegt en tegen die jongeren zegt, hey 19, kappen nou. Hey, en dat gaan we met z'n allen doen. En we doen gewoon die drie dingen en meer niet. Dan ben je er. Dus vrienden, wat gaan we doen? Ja, hashtagje. Hey 19, kappen nou.